Freedom to me means self-determination. It's the ability to choose. And I think that that's what we all should have a right to, and that's what we're all fighting for. Public debate is vital in a democratic society because if the public doesn't take part, then the politicians take over and decide everything for themselves. And a place like the Bali is important because that's where the public gets to say what they think and shape their opinions and listen to debate. It's incredibly important that people continue to speak out in this way. Acknowledge the limitations and taking responsibility for questioning the limitations. With knowledge comes a certain beauty. We are then in a position to take action on that. Particularly in this very noisy, fast culture, what documentary does, I think, is to take time to make meaning. Documentaire films and kunst in het algemeen is soms een plek waar de mening en waar de positie belangeloos is. Je mag er gewoon zijn, je mag leren. En de Bali is zo'n plek. Wat heeft het voor zin om te pleiten? Het helpt ook niet als je volhardt. De rechtbank heeft lak aan de feiten en wit is bij voorbaat al zwart. Bewijslast is lucht en de praatjes pro forma. Ze hebben je klem. Het vonnis staat vast. Ze zijn maatjes. De rechtbank huilt met het OM. De aanklacht die moet je maar slikken. Wat staat er op kunstsmokkel? 8. Gewoon op vermindering mikken. Zorg sec dat de eis wordt verzacht. Toch vechten we fel en verbeten. Het onrecht wordt weer getrotseerd. Een pop voor een rechter versleten. Een machthebber gecorrigeerd. Die rechters, die hebben gezinnen. Vermoeid, serieus, middelbaar. Een mens zoals ik. Geen machine, dan luister je toch naar elkaar. Men weet, laster is uit den boze. Men ziet, de bewijzen zijn fake. En laat, zonder blikken of blozen, de medemens weer in de steek. Oei licht in het hopeloos duister, het eerbare Russische woord. Het wordt niks, maar verstom niet, ik luister. Klink tot in de eeuwigheid voort. O pravoe ruskoe slovo, luch sveta v kromeshnoe nochi. Я знаю, все будет хреново, и все же ты вечно звучи. Als een land er vrede mee heeft dat de machtsstructuren hun eigen belang boven het landsbelang stellen en tientallen, zo niet honderdduizenden getalenteerde ondernemers, bestuurders, gewone burgers opsluiten naast en in plaats van boeven, dan is het een ziek land. Een staat die zijn beste in potentie internationaal toonaangevende bedrijven kapot maakt. Een staat die zijn burgers minacht. Een staat die uitsluitend bureaucraten en geheime diensten vertrouwt, is een zieke staat. Het lijkt alsof de stabiliteit in recessie is omgeslagen. De maatschappij stagneert. De hoop is weliswaar nog levend. Hoop op een gemoderniseerd Rusland met actieve burgerparticipatie. Open samenleving vrij van machtsmisbruik door bureaucraten, van corruptie, onrecht en wetteloosheid. Natuurlijk speel je zoiets niet in één dag klaar. Maar een terugval als vooruitgang presenteren kan niet langer en is domweg schadelijk voor het land. Het is onacceptabel dat mensen die zich patriot noemen met hand en tand elke ontwikkeling bestrijden die in hun luizenbaantjes en volmachten snijdt. Ik hoop graag dat de rechtbank de intimidatie waardig doorstaat. Ik wil dat onafhankelijke rechtsgang in ons land een vanzelfsprekendheid wordt. Dat de typering uit de Sovjet-tijd, de rechtsvaardigste rechters van de wereld, vandaag niet meer sarcastisch overkomt.
dat we onze kinderen en kleinkinderen niet opzadelen met de grimmigste symbolen van het totalitarisme. Edelachtbaar, ik realiseer me dat u het niet makkelijk heeft. Misschien bent u zelfs bang. Ik wens u heel veel moed toe. Goedenavond, dat was Nina Targan Mouravi. Hartelijk dank met het slotpleidooi van Michael Gorokowski. Mijn naam is Ilko Bos van Roosenthal. We gaan het de hele avond hebben over dit boek. Poetins rechtbank, proteststemmen uit een autoritaire staat. Waar ook dit pleidooi uitkomt. En nog een heleboel andere slotpleidooien van verdachten die in de rechtbanken van Poetin terecht stonden. En nog één keer hun zegje mochten doen. Het boek is in het Nederlands vertaald. Het komt nu uit en het is de moeite voor iedereen die zich in Rusland interesseert. En trouwens sowieso voor iedereen. Het is een bijzonder boek, A, omdat het eigenlijk een literair boek is. Althans, sommige slotpleidooien zijn zo pakkend geschreven dat het eigenlijk gewoon literatuur is. Het is ook een bijzonder boek omdat in een land dat Rusland toch is, in één keer, ik noem het maar het laatste avondmaal, de verdachten niet alleen de kans krijgen om hun zegje te doen over waar ze voor staan of een politiek protest tegen Poetin. Echt het oppositiegeluid kunnen laten horen voor eventjes. En dat geluid wordt dan vervolgens ook op YouTube gezet of het wordt via bepaalde oppositiemedia kort verspreid. En vervolgens kijken ook naar Gorokowski en naar anderen. Gaan deze mensen de gevangenis in. En dat maakt het een hele bijzondere verzameling. En we zullen daar nog een aantal van die pleidooien, ook van Nina, later vanavond van horen. We gaan het verder, want over 6 dagen zijn de presidentsverkiezingen. Ik wou zeggen, dat wordt heel spannend, maar dat wordt het natuurlijk niet. Maar ze zijn er wel zondag en daar gaan we natuurlijk ook over hebben, over de politieke actualiteit van nu en wat er over is van de Russische oppositie en wat die überhaupt nog nu in Rusland in te brengen heeft. De gasten van vanavond, die zijn natuurlijk het belangrijkste. Hoogleraar Slavische Talen Ellen Rutte komt zo meteen ook nog een, iets vertellen over de achtergrond van het boek en over de relevantie ervan voor het Rusland van nu. We spreken daarna met Yegor Osipov-Gipsch. Gipsch? Waar zit het? Ja, daar. Sorry. Ook co-auteur van het boek heeft er ook aan meegewerkt. Dat zal trouwens in het Engels zijn. Daarna Volkskrant-journalist oud-Moskou-correspondent Arnoud Brouwers. Die komt ook praten over het Rusland een week voor de verkiezingen. En onze hoofdgast Tatjana Gluskova zit hier. Hartelijk welkom. Dat gedeelte gaat ook weer in het Engels. Zij is van Memorial, de mensenrechtenorganisatie die, zoals zoveel organisaties jaren geleden door Poetin is aangemerkt als foreign agent. En wat zijn de gevolgen daarvan en hoe kan die organisatie nog zijn werk doen? Thanks so much for coming and we'll hear from you in about, I guess, half an hour. Het programma is ook te danken aan een aantal partijen die ik even moet noemen. Dat zijn uiteraard uitgeverij Nieuw Amsterdam, ook Amnesty International en de Amsterdam School for Heritage, Memory and Material Culture. Het duurt tot ongeveer 9:30. Er is uiteraard ruimte voor vragen zoals altijd. En ik geef nu heel graag het woord aan hoogleraar Slavische Talen en Literatuur aan de Universiteit van Amsterdam en dus de samensteller van het boek Ellen Rutte. Goedenavond iedereen. Ik ga hier even iets ontsluiten. And good evening. A note for our non-Dutch speaking guests. My talk will be in Dutch, but I squeezed in many pictures, so you should be able to follow at least part of my story. That's an interesting picture which wasn't supposed to be there. This wasn't supposed to be there. We didn't test the, it's a very visual presentation. We didn't test the pictures, did we? Because I have lots of pictures, and it would be very sad and very, in a sort of bad way, symbolic if these people are replaced by red crosses. I don't know, Tim, if there's anything that you can... Yeah, maybe you can change it into a PDF, and I'll start my talk, and then I apologize towards the people who should be on these pictures because of the crosses. Oh, wait. Well, just start the presentation, and then we'll see.
Met deze avond en met ons boek Poetins rechtbank vragen we uw aandacht voor 15 Russen en Oekraïners die in de rechtbank belanden in Poetins Rusland. En waarom ik meteen Tim aansprak is dat een van de doelen die ik heb met deze inleiding is dat ik ze heel graag aan u wil laten zien. Ik wil ze niet alleen laten horen, maar ik wil heel graag dat u ziet wie deze mensen zijn. De eerste zijn kunstenaarsactivisten Maria Aljochina, Yekaterina Samutsevich en Nadia Talakonnikova. Drie leden van punkcollectief Pussy Riot, aangeklaagd in 2012 voor een punkoptreden in de Christus Verlosser Kathedraal. Kunstenaar Piotr Pawlenski, aangeklaagd in 2016 toen hij voor een performance de ingang in brand stak van het gebouw van de Russische Veiligheidsdienst. Ondernemer Michail Khodorkovsky, u hoorde hem net in de vertaling van Nina, criticus van Poetin, vanaf 2003 herhaaldelijk aangeklaagd voor fraude en belastingontduiking. Alexei Navalny, de meest invloedrijke oppositiepoliticus van Rusland van nu, tussen 2012 en nu herhaaldelijk aangeklaagd, eerst voor fraude, later voor het organiseren van onrechtmatige protestbijeenkomsten. Journalist Alexander Sakhalov, in 2015 aangeklaagd voor zijn activiteiten voor een online politieke lobbygroep. Piloot Nadia Savchenko, in 2016 aangeklaagd voor vermeende betrokkenheid in het Russisch-Oekraïnse conflict bij moord en het illegaal oversteken van de grens. Regisseur en schrijver Alex Sentsov, in 2014 nadat hij zich inzette voor de Oekraïnse sociale protestbeweging Maidan, aangeklaagd op verdenking van terrorisme. Historicus Stanislav Klug, in 2014 aangeklaagd op een omstreden verdenking van oorlogsmisdrijven in Tsjetsjenië. IT-specialist Ruslan Sakhalovsky, in 2016 aangeklaagd, ik denk de meest frivole zaak van onze zaken, voor een controversieel online vlogfilmpje waarin hij op Pokémon jaagt in een bekende Russische kathedraal. Schoolleraar Ilya Farber, aangeklaagd in 2011 omdat hij steekpenningen zou hebben aangenomen. Stjepan Zimin, aangeklaagd nadat hij als student in 2012 deelnam aan protesten tegen onwetmatigheden bij de Russische verkiezingen van dat jaar. Burgerrechtenactivist Ildar Dadjin, aangeklaagd in 2016 voor schending van de wet op het houden van demonstraties. Michail Kasenka, een Moskoviet met een psychische stoornis, in 2012 aangeklaagd voor deelname aan protesten en vermeend geweld tegen een politieambtenaar. In ons boek laten we die 15 Russen en Oekraïners aan het woord. En met hun verhalen willen we... Ik wil ook heel graag uitleggen wat we daar niet mee willen doen. We willen niet een werkelijkheid schetsen waarin wij in het Westen wel weten hoe je de dingen doet. Bijvoorbeeld recht spreken. Dat gaat hier ook niet altijd foutloos. En men er in Rusland weer eens niks van heeft begrepen. Dat is niet wat we wilden doen. Wel wilden we de stemmen hoorbaar maken van deze Russische en Oekraïnse burgers. En ik denk dat ik het maar gewoon zo doe, dat ik ze u nog even snel laat zien in het groot. Dan moet je me even een minuutje extra geven, Tim, en dan gaan we meteen door. Pussy Riot, Pawlenski, Khodorkovsky, Navalny, Sakhalov, Savchenko, Sentsov, Klug, Sakhalovsky, Farber, Zimin, Dadjin, Kasenka. Hier ziet u ze nog een keer allemaal samen. Dus we willen hun stemmen hoorbaar maken en we willen ze zichtbaar maken. Daarom dus mijn nadruk op die plaatjes. En we willen die stemmen hoorbaar maken van deze burgers die te maken hebben gekregen met wat Khodorkovsky in het fragment dat Nina voorlas samenvat als machtsmisbruik door bureaucraten, corruptie, onrecht en wetteloosheid. Deze 15 Russen en Oekraïners zijn allemaal aangeklaagd op ofwel onrechtmatige of omstreden gronden. Sommige gezichten kent u vast goed van hun politieke activiteiten, Navalny, Khodorkovsky, of mediagenieke acties, Pussy Riot. Andere, Zimin, Kasenko, haalden de Nederlandse pers niet of nauwelijks. Sommige vonnissen zijn onmiskenbaar politiek gemotiveerd, andere zijn slordig of een gevolg van juridische willekeur. Nog weer andere vloeien voort uit een rechtssysteem dat botst met basale mensenrechten. Veel van deze zaken zijn schrijnend in hun onrechtvaardigheid, maar ze laten zich niet allemaal lezen door een simpel onschuldige martelaar versus boze staat perspectief. Pawlenski's performances en zijn visies op geweld bijvoorbeeld zouden hier ook omstreden zijn. Sommige van deze aangeklaagden, Samutsevich, Sakhalovsky, kwamen er met een voorwaardelijke straf of boete vanaf. Ja, dus ook Eelco, ik geloof dat jij ook iets zei over ze gaan de gevangenis in.
De meeste van deze mensen hebben inderdaad in de gevangenis gezeten of zitten er nog in. Sommigen gingen uiteindelijk niet naar de gevangenis. Sommigen brachten korte tijd door in gevangenissen, anderen een paar jaar. Nog weer anderen, Klug en Tsov, zijn tot tientallen jaren strafkolonie veroordeeld en zitten nu, terwijl wij hier hun zaak bespreken, nog gevangen. Van de aangeklaagden die nog vastzitten maken sommigen het relatief goed. Anderen hebben ernstige gezondheidsklachten of, zoals Klug, verloren hun verstand door martelingen tijdens het voorarrest. Vanavond en in ons boek willen we u laten kennismaken met deze 15 Russen en Oekraïners en met hun zogenaamde laatste woorden. Nou, Ilko introduceerde dat genre al even. Het laatste woord, dat is de toespraak waar iedere veroordeelde in de Russische rechtbank recht op heeft. En dat laatste woord is vaak de enige mogelijkheid voor aangeklaagden om publiekelijk en ononderbroken te spreken over hun vervolging. En dat laatste is bijzonder. In de aankondiging voor deze avond vragen we hoeveel ruimte is er in Rusland nog voor andersdenkende en kritische burgers? Nou, die vraag wordt heel omineus gesteld, maar het korte antwoord op de vraag is niet dat die ruimte afwezig is. Er is weinig ruimte, maar wel wat. In 21ste eeuws Rusland betekent protest iets anders dan in de Sovjet-tijd. Toen mocht je zelfs aan de keukentafel niet zeggen wat je dacht. Dat mag je van Poetin wel. Daarnaast is op Russische sociale media wat ruimte voor kritisch debat. In propagandashows op televisie kunnen gasten kritische vragen stellen. En dat doen ze ook, bijvoorbeeld over Ruslands rol in de oorlog in Syrië. Die kritische vragenstellers belanden niet automatisch in het gevangen. Zelfs presidentskandidaat Ksenia Sobchak laat zich onomwonden kritisch uit over Poetin. En zij riskeert daarmee vooralsnog, het kan nog altijd veranderen, maar vooralsnog geen vervolging. Maar politiek commentatoren vragen zich wel af, is Sobchak niet gewoon een bliksemafleider voor buitenlandse kritiek op Rusland? En die kritische vragenstellers in mainstream talkshows worden wel stelselmatig geïnterrumpeerd of weggehoond. Social media gebruikers die zich kritisch uitlaten over de autoriteiten worden niet altijd, maar regelmatig wel gehinderd door internettrollen. Of zeldzamer, maar ernstiger vervolgd om hun online uitspraken. Zij zijn bovendien niet erg zichtbaar. In 2016 gebruikte zo'n 70% van de Russen internet. En binnen die groep heeft een beperkt percentage toegang tot sociale media. Dus er is in Rusland ruimte voor kritische geluiden. Die ruimte is er. Maar de rechtbank is misschien wel het enige publieke platform waar die geluiden zonder onderbrekingen weer klinken voor een breed publiek. En ook daarom wilden we heel graag de aandacht vestigen op dit genre. Dat als mensen het in Nederland hebben over oppositie en protest en burgerinitiatieven in Rusland, dat mensen misschien soms over het hoofd zien. Laatste woorden vinden namelijk regelmatig hun weg naar de pers. Onafhankelijke media publiceren ze en veel toespraken, dat zei Ilko ook al, zijn integraal te bekijken op YouTube. Hier ziet u een voorbeeld van zo'n YouTube-clip van een laatste woord van Navalny, waaruit Nina, als ik het goed heb begrepen, vanavond ook voordraagt. Voor deze burgers biedt de rechtszaal een eenmalige, en andere burgers, een eenmalige gelegenheid om publiekelijk politieke, artistieke visies te delen, kritiek op het regime toe te lichten of gewoon naleving van de wet te eisen. En dat is wat ze doen in hun laatste woorden en ze doen dat vaak op regelrecht literaire manier. De toespraken die wij vertaalden zijn soms aangrijpend, maar we hebben ook heel veel plezier gehad, behalve af en toe ook dat het een hele sombere klus was, hebben we af en toe ook plezier gehad omdat het in veel gevallen ook grappige en stilistisch verfijnde teksten zijn. Ghodorkovsky, Talakonnikova, Farber, die schreven met hun laatste woorden ook gewoon mooie, subtiele teksten. En dan noem ik maar even een paar voorbeelden. En zij niet alleen. Al in de Sovjet-jaren maakten verdachten met laatste woorden niet alleen een politiek, maar vaak ook een literair statement. Het beroemdste voorbeeld, en dat is het laatste voorbeeld dat ik u laat zien, is Josef Brodsky's laatste woord. In 1964 werd deze dichter vervolgd voor sociaal parasitisme. En u kunt nog steeds dat Kafkaeske procesverslag nalezen. Brodsky's strenge rechter, die hem bevelen toesnauwt als ga eens netjes staan, geef behoorlijk antwoord, vraagt de schrijver van zogenaamde gedichten, ik citeer nu de rechter, wat hij nou echt voor werk verzet voor zijn land. Brodsky antwoordt, ik schreef gedichten, dat is mijn werk. Ik geloof dat datgene wat ik schreef de mensen zal dienen. Niet alleen nu, maar ook de volgende generaties. Hij kreeg 5 jaar strafkamp, maar die veroordeling werd na 1,5 jaar opgeheven. En voor zijn zogenaamde gedichten kreeg hij in 1987 een Nobelletje. En dat was zijn koosnaam voor de Nobelprijs voor literatuur.
In Poetins rechtbank onderzoeken we de rijke geschiedenis van het laatste woord. Dus daar vertellen we iets meer in onze inleiding over die geschiedenis. Maar vanavond doen we dat niet. We beperken ons hier tot het hier en nu en tot deze 15 stemmen. En ik heb begrepen dat we daar nu weer naar gaan luisteren in Nina's vertaling. Ik wil alleen nog even dezelfde partijen danken die jij dankte, Ilko. Ik wil er maar twee noemen, omdat dat van mijn eigen universiteit is. De School for Cultural Analysis, de School for Heritage, Memory and Material Culture. Heel veel dank voor jullie steun aan de avond. En ik wil nog een keer mijn mede-auteurs bedanken. Gora Sipov-Gipsch, Lennart van Uffelen en vooral Talia Verkade. En vooral onze oppervertaler Nina Tarkan-Mouravi voor al hun werk aan Poetins rechtbank. En we dragen dat boek en ook deze avond op aan de auteurs van De Laatste Woorden. Dank u wel. Ik wou je nog één ding vragen, Ellen. Ja. Nog even over het boek. Want ik nam daar net al een beetje een voorschot op van waarom vindt Poetin dit goed. Want er belandt dan toch een soort laatste woord van misschien wel 20 minuten van iemand als Navalny op YouTube. Mm-hmm. Is dat gewoon omdat, of gewoon, is dat omdat hij een, omdat dat dan voor heel even een quasi democratisch lichtpuntje is? Of hoe moet ik dat zien? Ja, ik denk dat in ieder geval. Laat ik het zo zeggen, ik zat vanmiddag aan deze toespraak te werken. Toen zat ik er best een beetje mee te worstelen, omdat ik dacht, ja, het zijn natuurlijk 15 hele verschillende verhalen. Dus iemand als Ilja Farber, ja, ik denk niet dat Poetin daar verder bij betrokken is geweest. Er zijn een aantal van die 15 mensen die ik liet zien, bij wie hij überhaupt niet, denk ik, niet echt in beeld is geweest. Dus de motivaties voor deze zaak zijn heel verschillend. Soms is er gewoon iemand klungelen. Wat is het belang om Khodorkovsky toch maar... Ik denk wel dat, daar zullen we misschien later nog meer over horen, maar dat pragmatisme kan meespelen. En bij Xenia Sobchak bijvoorbeeld, die presidentskandidaat, daar wordt wel over gezegd, was dit weekend nog een mooi lang stuk in Volkskrant, waarin Tom Fennink uitgebreid, zonder het verder op te lossen, probeerde te ontrafelen, hoe zit dat nou met Sobchak? En hij beantwoordde die vraag eigenlijk ook niet. Over haar wordt eigenlijk gezegd, is het niet zo dat, dat Poetin haar alleen maar inzet, als een soort, dat zei ik net ook in mijn praatje, om te zorgen dat buitenlandse media denken, er is wel ruimte voor protest in Rusland. Dus ik denk dat dat soms meespeelt. Ik denk dat het soms ook gewoon heel erg onvoorspelbaar is wat er gebeurt. En dat het dan toch weer heeft te maken met de willekeur van die ene rechter. Dus ik denk dat er verschillende factoren zijn die meespelen. Ja. Geld ook af en toe, iemand die iemand anders erin wil luizen. Maar ook dat pragmatisme. Dat van Haken, Sobchak krijgen we in elk geval nog een boeiend televisiefragment te zien later vanavond. Oh, dat is niet interessant. Goed, het volgende pleidooi, de vloer is voor Nina. Wij bewerken onze akker te behoedzaam naar verluid. Klopt, we ploegen vlak, nog vlakker, struikelen en glijden uit. Wij bewerken hier geen steppen, maar een kerkhof wijdgestrekt, bang om beenderen te scheppen, amper door de grond bedekt. Говорят, мы мелко пашем, спотыкаясь и скользя. На природной почве нашей глубже и пахать нельзя. Мы весь пашем на погосте, разрыхляя верхний слой. Мы задеть боимся кости, чуть прикрытые землей. Toch is niet iedereen besmet met de angst om het verleden op te rakelen. Wie het glad strijkt, kan blijven struikelen en uitglijden. Stichting Memorial achterhaalt al jaren niet alleen de slachtoffers, maar ook de beulen. Daar is het bewind niet blij mee. De kantoren van Memorial worden regelmatig doorzocht, computers in beslag genomen. In januari jongstleden werd hoofdafdeling Grozny beschuldigd van drugsbezit en tegen Yuri Dmitriev, die duizenden anonieme doden hun naam en geschiedenis teruggaf, te zien in Rode Zielen van Jessica Gorter, loopt een absurde aanklacht voor kinderporno. Hoezo dan? Wil men de Russische jeugd soms het schuldgevoel en de trauma's besparen? Was dat maar waar. Een idealistische leraar die bij klassenuitjes afval opruimt in de bossen, wordt tot verdriet van zijn leerlingen voor vermeende fraude opgepakt. Lees zijn laatste woord in ons boek in de vertaling van Talia Verkade, de initiatiefnemer van dit project. Minister van Cultuur Medinsky legitimeert in zijn uitlatingen en zijn omstreden doctoraalscriptie het fingeren van de geschiedenis ten behoeve van patriotische opvoeding.
Maria Logina van Pussy Riot daarentegen laat zich ondubbelzinnig uit over de vorming van jonge Russen en doet wat in haar macht ligt om daar verandering in te brengen. Geen persoonlijke benadering, geen lessen over cultuur, filosofie, geen basiskennis van de burgermaatschappij. De desbetreffende schoolvakken zijn er wel, maar de manier waarop ze gedoseerd worden stamt uit de Sovjet-tijd. Als gevolg hiervan beschouwt men de hedendaagse kunst als iets marginaals, ontbreekt de motivatie tot filosofisch denken, zitten we met genderstereotypen en wordt het burgerbewustzijn weggedrukt. De huidige opleidingsinstituten leren de mensen om van jongs af aan als een werktuig te functioneren. Op de leeftijd afgestemde levensvragen komen niet aan de orde. Er wordt ze wreedheid en afkeer van andersdenkenden bijgebracht. Al in de kinderjaren vergeet men wat vrijheid is. Opnieuw wordt duidelijk dat de mensen in ons land niet meer beseffen dat het territorium van ons land aan hen, de burgers, toebehoort. Stel dat er straks een graafmachine bij een voordeur stopt en ze krijgen te horen dat ze geëvacueerd moeten worden, zo van, sorry, we gaan uw huis slopen, hier komt een ambtsresidentie. Dan pakken die mensen braaf hun biezen en lopen met hun tassen naar buiten. Daar gaan ze vervolgens braaf zitten wachten op verdere instructies van bovenaf. Ze zijn volslagen vleugellam. Na een klein half jaar in een huis van bewaring begon ik de gevangenis als een schaalmodel van Rusland te zien. Zowel in huizen van bewaring als overal in het land is alles gebaseerd op ontmenselijking. Orde is hier ver te zoeken. Integendeel, men voelt zich in toenemende mate verloren. In een huis van bewaring is de gevangenisdirecteur het aanspreekpunt. In vrijheid heet zo'n chef Poetin. En ja, we zijn inderdaad tegen die Poetin-chaos die alleen een naam een systeem is. Ik geloof dat mijn integriteit, het vrije woord en de waarheidszin ons allemaal een klein beetje vrijer zullen maken. En dat gebeurt echt. Deze tafelstaarders zijn wel beschouwd het strijdgebied tussen de oplichters die de macht hebben gegrepen en de mensen die iets proberen te veranderen. Om deze tafelstarende, schouderophalende mensen wordt er slag geleverd. Hier sta ik en ik ben bereid hier telkens weer te staan om u duidelijk te maken dat ik me niet bij die leugens neerleg. Onze partij is officieel geregistreerd. De voorbereidingen zijn in volle gang. Ik krijg te horen dat dat onzin is, want wij gaan winnen en jullie doen niet mee. Niet omdat wij jullie tegenhouden, maar omdat jullie papieren niet in orde zijn. Alles is op leugens gebouwd. En hoe gedegener het bewijs dat een van ons levert, des te grovere leugens krijgen we terug. Dat liegen is een instrument van de overheid geworden. De essentie van het bewind. Gisteren nog verklaarde Poetin, wij bezitten geen paleizen. Terwijl wij er wel 3 per maand fotograferen en die beelden online zetten. Maar nee, wij bezitten geen paleizen. Onze situatie is zodanig dat je van een junta kunt spreken, in de meest letterlijke zin van het woord. 20 mensen die miljardair zijn omdat ze alles hebben ingepalmd, van staatsbudget tot de verkoop van olie. Een man of 1000 krijgt goed te eten van deze junta. En dan hebben we een klein percentage mensen die dat niet bevalt en 200 miljoen tafelstaarders. Ik zal mijn gevecht tegen deze junta niet staken. Ik ga door met voorlichten en die tafelstaarders opstoken. Jullie inbegrepen. Ik houd er nooit mee op. Dank u wel. Thank you, Nina, so much. I'd like to invite Yegor on stage. That's it over here. Yeah. Yegor Ospov-Gipsch, please. Hello. Welcome, everyone. Another co-author. You speak Dutch, but your English is better. Yeah. Another co-author of this book. And yourself, you are very familiar with protesting in Russia, being part of the opposition. Alan talked a little bit about that, how you cannot say that that it's completely gone or impossible for the opposition to exist. What protests did you take part of, and when was that? And also, how much room did the authorities basically give you?
Well, I for the first time went to protest on the 5th December 2011. It was the next day after the rigged parliamentary elections of 2011. And it was basically the moment when I think most of people of my age joined the protest, which was basically dead since the 90s. And then I went on to protest at most of those demonstrations. And you were how old? I was 17 at that moment. So yes, it was hard, I should say. People were locked up in schools, for example. I was locked up in a school on the 10th of December of 2011. It was a huge protest in Moscow. And all students were locked up in their schools, even though it was Saturday. So we had to run from police to security. It was quite romantic. They locked you up in school so that yes. you wouldn't take part in protests? Across the whole Moscow. But they couldn't do that when you were 17. I mean, apparently you could go out on the streets then. Well, if you really wanted, you could escape. Mm-hmm. And how big were the crowds? Well, on the Chistý Poddy, on the 5th December, it was 5,000 people, and it was a lot. Mm-hmm. It was unbelievable. And then in a week, it were more than 50,000 people. So if we speak about the room, yes, it seems like there was a lot of room back then. But already back then, it seemed like we have little to lose. Mm-hmm. And now looking back, well, we lost almost everything we had to lose. And how much of a surprise was that to the Russian authorities? You said protests was basically gone until 2011. What changed? Huge. The surprise was huge. They didn't know what to do. And Putin personally believes that this is Hillary Clinton who organized all this, that we were paid. That's when it all started. And I'm waiting for my money from the State Department, yes, for that. But is that the propaganda they spread, or do you believe he actually believed that? I think it's the same. They spread what they believe in. Mm-hmm. And vice versa, regimes start believing what they say at a certain point. Mm-hmm. So I'm pretty sure, yes. Just as we discuss how the final words in courts, you know, somehow, even if it's only for a couple of minutes, gives at least the impression that, you know, Russia is okay with a certain form of dissent. Was it the same with these protests? I mean, did they crack down on it right away, or did they let it develop for a little while just to show that, you know, Russia was a democracy? No, I think they never did. They simply didn't know what to do. So when they came up with the idea that, oh, we can make up a provocation, which happened on 6th of May of 2012, mm-hmm. when basically police beat up a lot of people, and then they started the Bolotnaya case trial, which they imprisoned more than 28 people, mm-hmm. they didn't know what to do. And I don't think that they were, yes, showing that there's any sort of democracy, and it was, they were lost. How often did you take part in these protests, and did it become more difficult over the period of time? I think it has to do with the internal problems of the oppositional movement, because that it consisted half of the people from the 90s who were used to the old, I would say, dynamics of dissidential, post-dissidential thinking, and of new politicians like Navalny, etc. But they could not come to any common ground. There was no program, there was no positive action whatsoever, mm-hmm. and they basically wasted the energy of 100,000 people in the streets. Mm-hmm. That was one thing. There were all these different factions. Yes, there were a lot of different factions, and they were coming together only with the purpose to show, yes, that we are here, let's make a selfie at the demonstration and go back. It was the society of experience. What was your faction? What was your main, I mean, obviously, you know, democracy, but what was your main, the main reason for you being out on the streets? It's a good question. Well, I think the answer here is that the like human rights is not only a political issue, but it's a psychological issue. If a country has no human rights, its people are very different. You have to fight for it, and if you're born to fight, then you will fight, yes. But I think my main reasoning is that, yes, to be treated as a human, to teach them, to teach you as a human being who has rights regardless of whatever you say and whoever you are. Mm-hmm. Was there a political party I could belong? No. Mm-hmm. Was there a movement also? No. No. When did the protest in this size eventually die down? That's a very good question. I mean, I don't need a date, but what happened? Understand. Did Putin just exhaust people? I think there were more, after this Bolotnaya demonstration, there were more demonstrations that were already considerably less in size, and people were getting worried already. I think what comes to my mind is there was a big influx into the protest after the annexation of Crimea and the war on Ukraine that Russia basically started.
and there were considerably more people on those demonstrations than before. So mm-hmm. I would say that by 2013, it was clear that mm-hmm. nothing's going to happen. Mm-hmm. Is that when you came here, and was there any? I mean, were you so disillusioned that you? Yes, so I worked as a correspondent for Radio Svoboda, for Radio Liberty, and it became pretty. I was covering all these crackdowns on civil society in the city mm-hmm. as well, and became pretty obvious to me. Yes, and when I saw, just like recently, he bragged with the nuclear weapons in the federal address. 4 years ago, he was standing there and annexing Crimea, and I remember seeing those pictures on the mm-hmm. on the screen. I said, "Okay, I'm out," mm-hmm. and that was what, spring 2014, and in September 2014, I was here. What's left on the streets right now? I mean, we're 6 days ahead of a presidential election. There are obviously other candidates, but when you look at Russian TV, you look at the Russian media a week before the elections, what do you think? I don't know. I know. You can't stomach it, or? Yes, what is? Hmm. I think Sobchak is doing a great work in talking about things that are not talked about on the television in general, but it's not a way forward. It's not a way to the future. I don't see any point in participating in that at all. Mm-hmm. And if you talk about the street protests, there was a lot of conversation in Western media when in last spring there were a lot of youth that came into streets on 26th of March, mm-hmm. and everyone immediately placed their belief in them. That, oh, young Russians, who are they? What are they going to do? Well, I'm not that optimistic because they still have no agenda, they still have no understanding what they want, and the protest is successful when the elders join the youth and not when a lot of youth comes into the street. So if you are not in Amsterdam but living in Moscow or St. Petersburg right now, you would be too disillusioned to be out on the streets. You would not be protesting yourself. I don't know. I hope to say yes, but... Yeah. What do you think? You worked on this book, obviously. What do you, and when you hear these, these final speeches, the way and Nina performed them, does it make you sad or even more disillusioned? What do you think? What do you make of this? Yes, I think that's a very, yes, very sad. It's basically a feeling of grief, I would say that. And there was a moment in the end of our work on the book, then we had some more space that we could use. And we were looking for new authors to translate. And we found new people to translate pretty quickly, and we were so happy. And when I realized the source of my happiness, that in the months there were new thousands of new political prisoners, what can I say? It's the progress, the reverse progress of imprisoning more and more and more people on a daily basis is just huge. And I recently spoke to a friend of mine who is in Russia, and she said to me, yes, like, I feel that at a certain point it became that if you go to the demonstration, you should be prepared that you don't come back home, but you end up in prison. Mm-hmm. So. You said that how Putin spread the word and believed that Hillary Clinton is his big enemy, was behind these protests, and the American State Department was. Obviously it wasn't, but did you receive any help from the West? I mean, in a good way, have Western organizations been useful to the protesters, or did they basically leave you out in the cold? You're laughing from the beginning. From the beginning, when I started asking this question. I think the answer is no. Answering your question is no. No help. No help whatsoever, and I think it could be much more. And I think that is one of the biggest problems we should address here, because, for example, when there was Timbuktu here in the Bali in the last June, I asked him what the Netherlands have done to help gays in Chechnya. When was here? Timbuktu. Yeah. I think the next foreign minister asked him what the Netherlands have done. He's been thinking he's the next foreign minister for about 10 years. 10 years? So I don't think it will happen. So anyway. I asked him what the Netherlands have done to help gays in Chechnya, and he gave a 5-minute, utterly vague answer that we should not impose our values on other societies. And well, I left to wonder whether human rights are, according to Mynheer Timbuktu, are foreign to Russians or to Chechens or to. And is this that's a sad response. Is it a common response? Does it get any braver than this at any certain time? Well, when there is a lot of fuss, when there is a lot of noise, yes, they saved this
journalist from Novaya Gazeta, Ali Feroz, finally, mm-hmm. he is in Germany, luckily, because of enormous effort and also help from the West. But there, the amount of work that could be done to help people and also help in a different way, not to just, yes, let's educate them, that, because that is what the current, I would say, more left liberal agenda is very much against, mm-hmm. that, oh, we should not, yes, indeed, tell the people how to live. Mm-hmm. But if there would be a different thinking here as well, that this is not a society of liberal values, but it's a different society of maybe, I don't know, networking or mm-hmm. maximizing benefits for our own selves directed towards humans, then maybe we'll be thinking about humans mm-hmm. across the borders, and we will not be thinking about the borders as such. So we should develop some different view probably to survive, because mm-hmm. just talking about human rights might not work any longer. Won't get you any further. Yeah. That's a good point to end with. Thank you so much. Yeah. I appreciate it. Ik wou het woord graag geven aan Arnoud Brouwers. Ja, je moet daar telkens tegen het licht in kijken, maar die zit daar. Arnoud is oud-correspondent, gaan we vast staan hoor, voor de Volkskrant in Moskou, waar hij nu de opinie beheert voor de krant. En Arnoud is de auteur van een boek dat onlangs uitkwam, Rodina, waarin hij met zijn vriend Pasha kriskras door Rusland reist. Klopt toch? Ja. Daar ga je nu niet uit voorlezen, maar jij gaat het wel eventjes hebben over de huidige staat van Rusland, een dag of zes voor de presidentsverkiezingen. En daarna bemoei je je met het gesprek. Ga je gang. Ja. Ja, en over het boek, hè. Want lieve mensen, het onderwerp waarvoor wij hier vanavond bijeen zijn gekomen, gaat me zeer aan het hart. De laatste toespraken van veroordeelden in Rusland. Vaak vlijmscherp of hartverscheurend of deprimerend of grappig, inderdaad. Of een combinatie van allemaal. En wat er gezegd wordt is waar. Sommige van deze toespraken behoren echt tot de scherpste politieke analyses van het moderne Rusland. En verdienen alleen al daarom gebundeld en vertaald te worden. Bovendien is de moed van sommige sprekers, die al geïntroduceerd zijn door Ellen, soms werkelijk bovenmenselijk. Zeker voor ons Westerlingen, wiens leven zich afspeelt tussen de cliffhangers van de speeltuin in Artis en die van Netflix. Wij kunnen het ons soms nog nauwelijks voorstellen hoe het is om voor dergelijke basale zaken, als het recht op vrije meningsuiting, te moeten vechten. En om die reden lijken we ook te zijn vergeten dat zulke luxe producten, want dat zijn het op veel plekken in de wereld, voor sommige mensen zo bijzonder en waardevol zijn dat als ze er niet over beschikken, ze bereid zijn daar de hoogste prijs voor te betalen. Wie vanuit Rusland naar Nederland kijkt, wat ik 7 jaar gedaan heb, die kan op een gegeven moment bijna niet anders dan met open mond de discussies aanhoren die we hier voeren. Dat begon voor mij vanuit Moskou met de obsessie die ik zag, ook in mijn eigen krant, met koopkrachtcijfers. En op een gegeven moment als er een recessie is, dan gaan sommige mensen wel 1,5% achteruit. En dat is gewoon afschuwelijk en daar kunnen kabinetten over vallen. En dan reisde ik langs Russische fabrieken en sprak met arbeiders en die zeiden, ja, we krijgen nu wel de helft van ons loon nog maar we gaan nog niet staken, want 10 jaar geleden, toen hadden we het slecht. Toen hebben we een keer 6 maanden niet betaald gekregen en toen hebben we inderdaad wel iets daarvan gezegd. Kortom, een hele andere context waarin protest al dan niet gebeurt. Hetzelfde zie ik nu als ik kijk naar Nederland en de kritiek die sommige diepe en minder diepe denkers in ons land uiten op onze representatieve democratie. Ja, ik vind ook wel dat raadgevend referendum gered had kunnen worden, misschien. Maar om nou de hele tijd te doen, ook in hoogdravende commentaren, alsof onze democratie aan de rand van een ravijn staat, ja, dat is misschien toch ook wel een beetje gevaarlijk. Hetzelfde geldt voor de kritiek op de EU, bijna altijd terecht. Maar om de Europese Unie nou een tirannie te noemen, bijvoorbeeld, ja, dan denk ik, wacht eens even. Misschien besef je eigenlijk niet meer hoe goed je het eigenlijk hebt hier. En ook om die reden ben ik blij met de publicatie van dit boek. Het kan ons misschien helpen tegen onze lichte bijziendheid. Nou, dat was eigenlijk het serieuze deel van de column. Dus u kunt nu weer rustig achterover zitten. Ik wilde nu alleen nog even zeggen waarom ik ook geïnteresseerd ben in dit boek. Dat is namelijk omdat ik vaak verslag moest doen van de rechtszaken, waarvan de laatste woorden nu gebundeld zijn. En
Het is hier tijd voor een kleine bekentenis. Zelden bereikte ik zelf de rechtszaal. De Russische werkelijkheid van die rechtszalen is dat die heel klein zijn. Dat er ongeveer 85 miljoen journalisten pogingen doen om daarin te zitten, samen met de verdachten. En dat dat niet iedereen altijd lukt. Eigenlijk net als u nam ik vaak kennis van die toespraak of die laatste woorden nadat ze al waren uitgesproken. Wat deed ik dan? Ja, ik stond buiten met al die andere mensen. Activisten, orthodoxe activisten, journalisten, nepjournalisten, de OMON, politie natuurlijk. Kortom, een steeds bontere verzameling van mensen die je vooral het idee gaf dat je deelnam aan een mediacircus. Scherp op mijn netvlies staat de rechtszaak in Kirov, waar Alexei Navalny terecht moest staan in een gefabriceerd corruptieproces. Daar stond inderdaad weer die hele meute van nepactivisten en echte activisten en nepjournalisten en echte journalisten en politie en herkenbaar en onherkenbaar. En ook die speciale categorie waar wij journalisten heel erg van houden, dat zijn de toevallige voorbijgangers met of zonder hondje. Nou, een van die uit die laatste categorie sprak ik een oud dametje en ik vroeg haar: waarom bent u hier? En ze zegt: nou, over Navalny, dat weet ik niet hoor. Maar ik ben hier om te leren hoe je moet actie voeren. Want ik wil hetzelfde gaan doen voor de kinderen van de oorlogsveteranen. Want die mensen worden hier in Kirov totaal aan hun lot overgelaten. En die leven onder afschuwelijke omstandigheden. Dus ja, dat vond ik alweer heel mooi. Dus die mevrouw komt gewoon leren actie voeren. Totdat ze opeens als een blad aan de boom haar stemming omdraait en zegt: wacht eens even, u komt toch uit het buitenland? Waarom heeft u niet zo'n sticker op u met een buitenlandse agent? U moet zich kenbaar maken. Dit is tegen de wet. Nou ja, tot zover mijn kleine gesprekje met deze toevallige voorbijgangster. Maar wie toen daar echt de showstal was, Boris Nemtsov, helaas niet meer onder ons. Want u moet zich voorstellen, er staan echt een enorme menigte voor die rechtbank. Niemand komt erin. Boris Nemtsov stond helemaal vooraan. En daar komt dan inderdaad ook Navalny met zijn vrouw moest uit Moskou komen met de trein. En het had allemaal een zekere literaire kwaliteiten dat je zo'n hele reis moet maken om je lot tegemoet te treden. En die komt eraan en Nemtsov schreeuwt keihard tegen hem: Lyosha, laat maar zitten, je hoeft niet meer te komen. Het is al vol, er is geen ruimte meer. Dus ik wil maar zeggen, Nemtsov is mijn getuige, het was echt niet altijd makkelijk om binnen te komen. Maar goed. Ook staat me nog voor de geest een van de rechtszittingen tegen Pussy Riot. De drie dames die u net al zag. Toen stonden we met natuurlijk 5, 6 andere journalisten met Garry Kasparov te praten. En nou, hij gaf zijn visie weer, die we ook al kenden. Maar opeens wordt hij door politieagenten meegenomen en hij begint ontzettend tegen te stribbelen. Dus dat was het mooie aan Kasparov, dat hij een ontzettend emotionele man is. En hij zegt: wat is dit voor belachelijks? Waarom word ik meegenomen? Ik gewoon praat. Ik doe niets tegen de wet. Maar het maakte niet uit. Hij werd meegeworsteld eigenlijk. En op een gegeven moment was hij helemaal op zijn kop gedraaid. Zo ging hij ook dat busje in. En eigenlijk het laatste wat ik van hem zag was zijn schoenen. Terwijl hij inderdaad alleen maar vragen stond te beantwoorden. En niet lang daarna heeft hij ook Rusland verlaten. Dus dat soort scènes, die zagen wij dan en daar schreven we dan maar over. Omdat niet het hele laatste woord altijd helemaal in de Volkskrant past. Ook een derde reden waarom het goed is dat dit boek er nu is. Goed, mijn grote wraak persoonlijk op al deze mislukte pogingen de rechtszaal te bereiken was toen ik twee meisjes van Pussy Riot op zandkoekjes mocht trakteren in het Volkskrantkantoor in Moskou. Het waren Katja Samuchevic, die u zo net al zag, en haar vriendin Natasha uit Oestnere. En dat is echt een van de allerkoudste bewoonde plekken op aarde. Het tweetal zag er toen ik ze ophaalde uit de metro, op gimpen, in jeans, slobberige sweatshirts, niet echt uit als staatsvijand nummer 1 van president Poetin. Maar, zei Katja, toen ze helemaal binnen waren,
dat is toch, de staat denkt er toch anders over. En toen vertelde ze, dat is wat Alexei Ulipka, de officier van de geheime dienst FSB, ons vertelde. Die Ulipka is een bekende van veel activisten. Hij werkt voor de afdeling E, waar extremismezaken worden afgehandeld. En hij wordt zo genoemd omdat hij altijd glimlacht. Ulipka is glimlach in het Russisch. En nadat we waren opgepakt bij een optreden op het dak van een metrostation, zei Ulipka tegen ons, jullie zijn heel gevaarlijker voor ons, erger dan terroristen. Volgens Katja, die inderdaad voortijdig werd vrijgelaten en die nooit echt in het kamp terecht is geraakt, was de rechtszaak tegen Pussy Riot een ramp. Ze vertelde ons, het was zo georganiseerd dat journalisten, advocaten, familieleden, allemaal mensen die onze ideeën niet aanhangen, aan het woord kwamen. Maar wij niet. Dus ging het nooit over feminisme. Behalve in het laatste woord, natuurlijk. Maar goed, waar was ze dan wel blij over? Nou, over haar protest als kunstuiting. En dan komen we bij het schilderij hier achter mij. Ik laat Katja weer aan het woord. Sommige mensen hebben ons visueel vergeleken met het suprematisme van Kazimir Malevich. De combinatie van kleuren en figuren in zijn werk. De silhouetten uit zijn schilderij Boeren lijken erg op die van ons. Dus het is mooi dat die visuele traditie nog leeft. Dit is dat schilderij. Ik vind dit een prachtig voorbeeld van de gelaagdheid van de moderne protestbeweging. De diepgang ervan, het historisch besef dat eruit spreekt. Dat men weet dat men in een bepaalde traditie staat. Afijn, Katja vond zichzelf overigens allerminst een democratische pionier. En zei van, dit is gewoon een golf van protest die door de samenleving gaat. En zij wilde daar absoluut geen, zich niet op laten vooraanstaan. Maar ze zei wel, ik denk niet dat alle Russen die propaganda op de staatstelevisie nog geloven. Mensen weten dat er iets niet klopt. Maar zolang Poetin aanblijft, verandert er niets. Nou, dat was in december 2012 en spoedig daarna was het afgelopen. Niet met Poetin, maar met de demonstraties. Tot ze vorig jaar natuurlijk opeens terug waren. Hoe dan ook. Nu belanden we toch weer bij Poetin. Een naam en een figuur die ik in het boek dat ik recent heb gepubliceerd, Rodina, angstvallig mijd. Omdat ik juist het Rusland onder Poetins propagandastaat wil laten zien en wil onderzoeken. Omdat ik ook denk dat we het zicht daarop een beetje aan het verliezen zijn. Omdat we heel eenzijdig ons altijd op die politieke situatie richten. Maar goed, het noodlot treft ons allen, dus ik moet hier ook besluiten met Poetin. Maar ik wil hier nog één kleine voetnoot aan toevoegen. Van de iconen eigenlijk, van moderne protest die in dit boek verenigd zijn, is er toch nog iets anders aan de hand met de Russische protestcultuur. Op lokaal en op microniveau zijn er namelijk talloze, ontelbare protesten. Daar horen we gewoon niet over in het Westen. Dat zijn protesten tegen concrete voornemens van de autoriteiten. Ik heb zelf een keer verhaal geschreven over het eilandje Kizhi in Karelië. Daar is een prachtige oude kerk. En dat is werkelijk... Voor de mensen in Karelië is het een soort heilige plek. Nou, die minister van Cultuur, Medinsky, die al voorbij kwam vanavond, die wilde daar een soort grote asfaltweg naar bouwen. Vierbaans, tot recht voor de kerk. Lekkere, vette hotels eromheen bouwen, zodat het commercieel heel goed uitgebuit zou kunnen worden. Nou, daar kwam eigenlijk die hele Karelische gemeenschap tegen in het geweer. En het is eigenlijk gelukt. Het is ze gelukt die plannen te torpederen. Dat was dan niet echt microniveau. Op microniveau heb ik het in Moskou gezien, naast mijn eigen huis. Daar was een soort klein veldje waar mensen hun hond uitlieten. En daar had iemand het idee, daar stond op een dag, zoals dat in Moskou gebeurt, stond er opeens een hek omheen. En daar had iemand het idee van, laten we daar ook gewoon nog eens een keer een wolkenkrabber bouwen. Want daar kunnen we gewoon heel veel geld aan verdienen. Nou, die wolkenkrabber is er ook niet gekomen. Omdat mensen protesteerden tegen de komst ervan. Omdat het natuurlijk niet kon, omdat het belachelijk was. Maar wat ik daarmee wil zeggen is dat er toch de idee dat de Russische geest niet in staat is tot protest. Of zeggen dat iedereen zich maar als lammer naar het slachthuis laat voeren. Is volgens mij in 2018 niet waar.
Dus er zijn ook nog wel lichtpuntjes en er zijn ook veranderingen in die samenleving die wij misschien niet altijd op het netvlies hebben. Goed, daar hou ik het maar bij. Positief afsluiten. Ja. Dankjewel, Arnoud. I would like to welcome on stage now our main guest, because she came all the way from Moscow, Tatiana Gluskova. Thank you. Did you enjoy his story? I didn't understand a word. You didn't understand a word. It was a good story, but we'll focus on your work right now. You work for the Memorial Human Rights Center. Yes. In Moscow. Yes. With offices all over the place. For those who don't know Memorial, can you describe what the work involves? Sorry. Memorial started in 1987 as a group of several groups of activists all around the country, whose purpose was to commemorate the memory of the victims of political repressions of the Soviet era. However, very soon it became they understood that the work they cannot work on focus only on the historical work while the human rights violations continue to exist. So that's why Human Rights Center Memorial was found as one of memorial organizations. By now there are more than 50 memorial organizations in Russia, former Soviet countries, and also in Europe. So all of them do different work. So some focus on historical work, some on human rights work. I work for Human Rights Center. A couple of years ago, I think it was 2012 or 13, but correct me if I'm wrong, President Putin demanded that NGOs such as Memorial would register as a foreign agent. Why did he do that, and what were the direct consequences for your organization? It happened in 2012. The foreign agents law was passed that year. The real reason, in my opinion, was to limit the space for civil society in Russia and to limit the opportunities of the organizations to receive foreign funding, to receive any funding at all, and to get the support of the society, because foreign agents in Russian means spy, and it's the meaning that can be found on the dictionary. So it's not something that NGOs invented. And without foreign funding, there's no. There is yes. Russian authorities claim that state funding is that there is state funding, that there are so-called presidential grants, but it is not easy to receive them if you are doing real human rights work, if you are criticizing the authorities. So most of them are received by so-called GONGOs, government-organized, non-government organizations. And that's why in Russia, an NGO, a human rights NGO, which does real human rights work, usually cannot live without receiving foreign funding. You're a lawyer yourself. The work of Memorial, is it about spreading, getting information to the public? Is it mostly about helping people in court get legal assistance? Or is it all of that? We do several types of work. First of all, we do documenting of human rights violation in the North Caucasus, and the work of Human Rights Center Memorial started as documenting the situation on the North Caucasus during the first Chechen war, the first Chechen conflict. And we also provide legal help, both on the national and on the international level. I myself work within the program Human Rights Protection through International Mechanisms, so I work with the European Court of Human Rights primarily.
So we have also so-called political prisoners program. So we keep the list of political prisoners. By now there are 143 persons on that list. We also do monitoring of the situation in the Central Asia, of human rights situation in the Central Asia, because in some countries like Uzbekistan or Turkmenistan, there are new human rights NGOs or groups, so everything that can be done is done from abroad. Around the time Putin wanted you guys to register as a foreign agent, I was doing a report for the program I work for in Moscow, and visiting Memorial, and they said it's good that you're here now because a few months from now we'll be closed. Memorial was in trouble, but right now the offices, or at least some of them, most of them, are still open. Why doesn't Putin simply close them down? Good question. Probably because I'm glad he didn't, to make sure, but probably because he doesn't want to. So he doesn't want to make his relationship with the Western countries that bad, because by now, still. How's that going? Yeah. If Putin wanted, every human rights defender would be imprisoned by now. Right. But we're still free. That's why we should presume that he doesn't want that, actually. Do you go to work every day expecting it could be one of your last days at work, or not like that? It could be, yes. Every day can be the last day, not maybe of me at my work, but the last day of Memorial, because any day the investigators can come and search and take all our documents away, and doesn't that create enormous tension in your office? Yeah, with you? Well, we we have been living with this since at least 2012, so. Mm-hmm. We have got used to it. Just one more thing I would like to say, that we have, in 2014, when first organizations received that enormous fines of 4,000 euros, 7,000 euros, we were shocked when each judgment was delivered. But by now, when a new organization is put on the foreign agents list and it gets that fine, we like, okay, it was expected. Mm. Today is actually an important day for Memorial. Yeah. Why is that? We've lodged our observations regarding the foreign agent case with the European Court of Human Rights. So it means that we replied to the European Court's questions on this law and on this group of cases. Meaning basically that this is your counter action? Yes, against. To putting you in that category. And what will this change? How hopeful are you that this will? Well, I think that our chances to win the case in the European Court are pretty high. However, I don't think that it will actually lead to the implementation of the judgment, so that the implementation of the law or the law itself will be changed. Arnaud, you were a correspondent for 7 years in Moscow. Did you often deal with Memorial? How important, yes, for foreign correspondents was that organization? Is that organization? I was most impressed with their work in the Caucasus, where it has always been difficult to work for human rights organizations, and sometimes also for journalists to make a story about abuses. But exactly in those places where most people give up, Memorial has always been continuing to work. And I think they have an enormous support among many people in Russia.
mm-hmm. who maybe don't shout it from rooftops, but who know that there are still people who are doing this type of work. Everybody knows Memorial, basically. Yes, I think in general, everybody who wants to know something in Russia knows. Mm-hmm. So it's a highly educated population. It's a very cultural population. It's not as if there are, you know, everybody who wants to know, find out more about the truth mm-hmm. can freely do so. Mm-hmm. And if you would write about Memorial or visit their offices or somehow be involved with them, would that be problematic either for you or for them? Is the government very wary of foreigners dealing with Memorial? Actually, it became more wary, speaking about 2012. I also noticed a sort of a change when you left Moscow to do stories that, well, first of all, there is an FSB office in the tiniest town in the middle of nowhere in Siberia. So it was always the case that if you went somewhere, the people that you would speak to, they would say, that is the FSB following us, or they have already phoned me, simply because, well, I imagine some people simply are doing their job. They sit in this little house and they are the FSB and they should know what's happening. Mm-hmm. So, but after, in 2012, it sort of became uglier. So that's really, and I think this is also the effect of the state television, which is anyway very, has a huge impact on the whole country because it's the only medium that I think is viewed can be viewed and listened to everywhere in Russia. So there was a sort of change of atmosphere. But personally, I have never been harassed or something. But people started to ask questions, like I said in my small presentation, like, aren't you like a spy? You know, what are you doing here? Where's your badge? Yes, where's your spy badge? Let's talk about the elections, which are this Sunday, and you know it's the Putin show. If you take a scale from complete free elections on the one hand and a complete farce on the other hand, within that range, where do these Russian elections stand? We obviously know the outcome. Well, they would really tend toward the farcical end, I think, of the spectrum. But it's not like people don't know that. I think it's very difficult to talk about Russian elections or about support or non-support for Putin. It's really difficult. I've spoken to so many people, also business people or young people who couldn't start a business, or business people who know that, as somebody once explained to me, I'm doing well, I'm reasonably successful, but I'm careful not to be too successful. Mm-hmm. Because if I'm too successful, somebody will notice mm-hmm. and I will lose everything I have. Mm-hmm. So I think everybody knows in what system they live, but everybody to whom you ask, isn't it a good democratic process? Shouldn't it be changed? Then they say, wait a minute, what do you propose? Mm. Do you propose Maidan or revolution? Because, thank you very much, we don't want it. We've had enough of such things. This is a very strong, it's used by the state, but it's also, it's really an ingrained sentiment. Mm. Like, we do not want to go back to trouble on the street times. Despite you calling it a farce, or almost a farce, would it be fair to say is that even if it would be a complete fair vote, I mean, Putin would still win. He's popular. Yeah, but it's like, you know, an opinion poll. If you go into a room with two chickens, and then you put a third chicken and you say, what's your favorite animal? He's going to say, well, chicken, obviously. There's nothing else. Right. And this is also what's
you know, if you have completely sort of gotten rid of the whole, like the political theater, where even the opposition parties are sort of, you know, Zhirinovsky owns something like 16 houses. Mm-hmm. He is a very wealthy person for being the clown of the opposition for all these years. So these people are rather well rewarded for their role as what they call the systemic opposition. So people who want to know this, they also do. Let's talk about the chickens and also about Zhirinovsky, because I think he's in our next clip, and we'll look at the clip in a second. But first, I would like you to introduce, tell the audience who Ksenia Sobchak is, because she's in this video. I think Ellen referred to a fantastic piece in the Volkskrant, your newspaper. Yeah. This past weekend by Tom Venning. Yeah. It basically was a portrait of this lady, Ksenia Sobchak, yeah. But also by following her, a portrait of these elections. Who is she, briefly? Yeah, she's a socialite. She was a sort of a reality TV star. That sounds like Paris Hilton, a socialite. I chose my words well. No, I'm kidding. She's well known for other things. No, she is, of course, she's also a very intelligent lady. She is also the daughter of the former, mayor of St. Petersburg, connected to Putin. Her father was somebody very important to Putin, and so in a way she stands under Putin's protection. At least so far. So she has a very, and this is what indeed Tom Venning did very well. Many threads, you can weave around this person, which makes her an interesting person. Mm-hmm. Definitely, she can really explain well what is her criticism of current politics in Russia. So, cheers to her for that. Mm-hmm. But the question some people posed when she started this campaign was, why are you doing this? Why are you letting President Putin use you in this way? Mm. Because the real opposition leader would normally have been Navalny. He was in very obvious ways sort of blocked from participating. There is Ksenia. Some people were asking this question, like, aren't you sort of letting yourself be used? Let's look at her. I think this is a clip from a talk show on Russian television, which was aired last week, and it was not boring. Let's take a look. Но я прошу вас держать себя в руках. Приводить. Не я привожу. Знаете что? Грязь это все. Владимир, знаете, я... Владимир, время господина Бабурина. Пусть заткнется. А вы, Бабурин, если еще раз сейчас скажете, время, что я хватит был застрелен, господин Жириновский. Вы декларацию приняли, вы 25 лет лжете на всю страну. А цик не запрещает мне вранья. 25 лет я должен все это застыдить. Постыдитесь, я прищу. Вами ведут себя приличнее, чем вы. Замолчи, дура, замолчи. Владимир Владимирович, ну не оскорбляйте женщину. Ну если она тупая. Владимир Владимирович. Если мозгов нет. Ну началось. Вот видишь, вот идиот, ты что, убери ее отсюда. Сергей Анатольевич, я не имею права. Сейчас идет время буквально побурить. Я не имею права, это делает ЦИК. Черная грязь, отвратительная баба. Блядь, последняя. Владимир Владимирович, материться нельзя. А как иначе? Нельзя. А как иначе? Никто не дал право плескать водой. Я не давал. Я беру сумасшедшая дура. Как вы, сумасшедший лист. Один сумасшедший, и это дура. Вы находитесь на дебатах президентских. Вот выбирай себе главнокомандующего. Пожалуйста, ведите... Buitenhof is so boring when you look at this. What are we looking at here? Well,
This is supposed to be a debate of the candidates for presidential for the post of the president. Yes, it is supposed to be a debate, I think, but I wouldn't call it a debate. What do you make of her and her presence in Russian politics? What does it mean? In my opinion, it means that I absolutely agree with Arnaud that she's under Putin's protection, because no one else could have said what she says from federal TV channels, I still have access to these channels because she said so. It's an attempt to make persons who would have voted for Navalny to go to elections and to go to the elections and to vote for her. In my opinion, it's that, because as you know, after being blocked from participating in elections, Navalny called for not participating in them at all. And in my opinion, after that, Sobchak appeared and decided to go for elections. So, in my opinion, so she is the candidate for those who would have voted for Navalny. There are really not so many people who would have done that. So, even in my opinion, so you asked the question whether if the elections were really fair, would have Putin won? In my opinion, he would. Even the elections were absolutely fair. He would get more than half of the votes, but not 70%, maybe not even 60%, but he would have won. And she's the candidate for liberal persons, because her views, everything she says, it's the things that Russian liberals would want to hear. And Yablinsky, who is also kind of Democratic candidate, he doesn't. He's a candidate too, but he doesn't. No one believes in him right now, because he has been in Russian politics since 1991, and he has done nothing. Putin hardly campaigns himself, it seems, or am I wrong? Why? It's true, he doesn't. Well, he does, but he doesn't participate in the debates. So his campaign doesn't participate in the campaign in the traditional meaning of the campaign. He doesn't participate in the debates. He doesn't meet with other candidates. His campaign exists he was the only candidate. So there are other candidates who talk to each other, and there is Putin's campaign. They say, Arnaud, and I think then we can go to questions from the audience, but it's been written maybe also in your newspaper that Putin has a 70-70 strategy, meaning he wants a turnout of about 70%, and then he wants to win the vote by about 70%, a very clear win, but not a North Korean win of 100%. Is that the case? Is that the strategy? That is often like this. The strategy usually fails in the Caucasus republics, where the government candidate anyway receives 99.3% of the vote. So there they didn't quite catch on to how you should play this game. But I wanted to briefly return to the... because this is a very... This shows exactly what state TV is doing. So, you know, if you look at this, who would you vote for? Vladimir Putin, of course. And if you notice the interviewer, was a really, I really think you are 100 million times better than this interviewer, because he's so mean and devious. And he even emphasizes, as you noticed, so
You know, guys, we're voting for the president of Russia, the person who has to push the nuclear button. You know, do you want any of these animals to get close to that? So it's not. It sounds like a leading question. Yes. Absolutely, and it's set up to go like this. And this is what I said about Zhirinovsky. He is also, you know, his function is to be the clown. Well, to make such a circus of it that nobody, if anybody there would have anything serious to say, it would have been simply lost in this storm. I once did a really nice story because of Pasha, my friend. He had an old school friend who became a school director and also had to do this election. You know, it was like his school was also a place where the elections were held. And this is really a nice story because he said, okay, guys, I will tell you how we do it. And he said, in the greatest detail, explained how much money they earn for what they're doing, but also that they get from upstairs, they get the percentages that these parties should be getting, how they fill the ballot boxes. It's hard work, guys. It's hard work. These people work for money. Yes. Rigging elections. He was really drunk when we were there. He already finished. There was some controller from another party with whom he already finished a bottle of cognac, and he said, I don't think he's going to give us a hard time the rest of the day. And he gave us the percentages, and then we came to Jabloko, and he said, Jabloko zero. And we both had to laugh. We said, why zero? At least give them three. He said, no, zero. So this is how it went. Yeah. And so that's why I say, let's stay close to the farcical end. While admitting that if you erase politics from a country, you also erase serious opposition. So this is sort of becomes like a chicken and egg question. Who you know? Right. Why isn't there no opposition? Because they're all so divided. Yes, but also because there has been some very clever game going on to make sure that there is no real opposition. Very clear. I'd like to open the room for questions, and it'll. Does this work? Yeah. Okay. Please say your name and then your question. George Kate. There was in a German weekly this weekend a story in which it was stated that at least 90% of Russian women will vote for Putin whatsoever. So he will be sure of, in the end, that he will win because of the Russian women. What's your question? Do you feel with this observation? I think that the percentage of Putin support among the women is the same as among the men. Ellen wanted to say something. Yeah, I just wanted to say, I think what is very important is that at debates like these, especially just before the elections, we risk talking a lot about what Putin wants and looking at funny moments in the elections, which, of course, entertainment-wise, this is a fantastic fragment. But I did want to emphasize, since we're moving away very far from our book, what we don't do in our book is actually talk about Putin and what he wants. Of course, today we do want to talk about opposition. That's a very logical topic in the run-up to the elections. But we wanted to move away, I think, a little bit, maybe, Arnaud, like you in your book, from that sort of mainstream narrative of what does Putin want, what does democracy mean in Russia today, to all these very different individual stories, which are about, they are about opposition, sometimes political opposition, sometimes it's more about civic engagement in a broader sense. But these election debates, you know, we have Thierry Baudet, who's a big clown. Russia has Zhirinovsky, who's a clown. But that's not what the story of our book is about. No, I think that's important to underline also for the discussion. I think the work that Memorial is doing is much closer to what we do, because you're also looking at all these individual court cases and the court as a platform for civic engagement. And of course, but given the fact that the elections are 6 days away, we can't leave the topic completely aside. No, we can't, but it's easy to move away from things and Putin. First of all, I want to agree with Ellen very much. And secondly, I want to ask you, Tatiana, what do you think is the way out of all of this?
of? As the way out of all of the situation in which Russia is, as someone who works in a human rights organization such as Memorial, what is the strategy to change, to change the paradigm, yes, to change this labeling, this going back to Cold War mentality, and yes, this is that and this is it. Mm-hmm. It's a really good question, and I'm not sure that I can give you an answer, because the situation may change if the mentality changes a little bit. Russian mentality depends really much on what is on the TV. So change the TV and you change the country. And like Russian journalist Anton Krasovsky said that give me access to the first three federal channels and I will make Russia from a homophobic country will become the most gay supportive country in the world in 3 months. So yeah, it's what's Russian mentality is. But I think you also specifically meant for Memorial, how they get out of the... I think it's all in the same boat. Mm-hmm. Okay. What is needed to... what do we need to change the TV agenda? That's another question. Mm-hmm. We won't solve that in the next few minutes. More questions about... Yes. My name is Raymond van der Boogaert. My question would be about the judicial system in a broader sense, because the court cases that we are talking about, although very important, are of course a tiny percentage of the total number of civil and criminal cases that pass through hundreds, perhaps thousands of courts in Russia. And my question would be, do we have any idea how the judicial system in a broader sense is dealing with the present situation? Are they disheartened? Are they cynical? Are they do they have any sense of judicial independence from the executive powers? Do we know about that? Is justice in a broader sense still being done in Russia? Thank you. Yes, this question is much easier than the previous one. In Russia, we have buildings named courts, but there are no courts in the meaning of this word in Russia right now. So the independency of judiciary, there is no independency of judiciary, and you have an independent judge only in case you have a civil case between two persons, none of which has Russian word blood in connections with the authorities, let's say so. If there is a criminal case, so the government against an individual, so there is 99.5% that the individual will lose, even in the situations when there are very clear evidence that the person is innocent. So there is less than 1% of acquittals in Russian criminal cases. If there you have a civil case between an individual and the government, so 99% then the individual will lose even if the case is really clear. So the independent judiciary in Russia exists only in very, very few number of cases. Yes, and if there is a case between an individual and business, so the percentage, so the opportunities that the business will win is also very high, maybe not 99%, but also high. Why? Because you can hire expensive lawyers, or
simply because it's not about the money you pay to the lawyer. Sometimes it is about it, of course. If we're talking about the case between individual and business, in some cases it is about that. But in some cases it also about the connections between the... yes, there are. No, it's not about the bribes in the traditional understanding. So it's not about a person coming to the judge with the bag of money. No, it's not about that. It's about that if a person has serious business, he usually has some connections with the authorities. He is someone's brother, close friend, or so on. And the judge is also someone's daughter, and so on. I wanted to mention that all those candidates also... thank you. Also, the serious ones, or at least Yavlinsky, Grudinin, Sobchak, each and every of them, name independent course of justice as one of their agenda, hoe zeg dat, agendapunten. Dus hoewel hun verdere agendas heel ver uit elkaar liggen, onafhankelijke rechtsgang, that's what they all share. So every oppositionary really stresses, empathizes independent courts. But if I may add just one practical example to your question, it was exactly in this Kirov-less trial against Navalny. At some point, he was actually put to jail. So he was standing there, and the judge was reading the verdict, and they immediately took him into custody. And this, I was still in Moscow, and this led within an hour and a half to a spontaneous demonstration at Manezhnaya, very close to the Kremlin, to which I went. And I saw one of the most interesting things I've seen in protests in Russia in those 7 years. There was near chaos. So it was not an organized protest. There were people who were extremely upset at this decision. There were OMON, there were police who were trying to let traffic still continue. And I had really a sense that it's like on the verge of being out of control. And this is what they do not want. So I think this modern type of, and you see it in dealing with Navalny, and the same is why Memorial still exists. It's all kind of a thinking, what should we do to not let anybody come close to real power, but at the same time not pull the repression lever too harshly, because we will also invite a reaction. And Navalny was then, so this was basically a mistake by the judge, and Navalny was quickly released. Mm-hmm. So this is, I think, well, an example of where you see how this system works. And also taking into account what the audience thinks. So let's not forget about that. Mm-hmm. It's not 1930s. Come on, it's a different system. That's it. Yeah. Yes. Yeah. But his brother didn't get this crowd close to the Kremlin, and Navalny did. Very good example. Are there more questions? I think one or two at the most. Yeah. Thank you. My name is Yuri de Boer. I have two questions, one for Tatiana and one for Yegor. Tatiana, you mentioned the European Court for Human Rights earlier on, and congratulations on the work that you are doing there and have just completed today. No, I know the person. Russia is often suggested as a country that may want to leave the European Convention and the European Court, and has stopped its payments to the Council of Europe. Can you reflect a little bit on what the consequence would be for human rights defenders, but also for ordinary citizens,
if Russia is no longer part of that mechanism. And my question to Yegor would be, congratulations on the book, but do we need part two? Do we need more human rights defenders, ordinary citizens being convicted? Is that a way forward? I mean, obviously not, it's a rhetorical question, but you see a lot of younger generation activists leaving Russia. Temporarily, some go back, some stay abroad. What is the future for human rights activism for, say, under 40 years old journalists, human rights defenders, academics in Russia? What is that space, or are they becoming a part two eventually? Okay, let's start with the first question regarding the Council of Europe and Memorial. Well, of course, if Russia leaves the Council of Europe, I wouldn't say that the situation with human rights will become worse at that very moment. No, because the situation, so Russia is a member of the Council of Europe, and the situation has been worsening for several years by now and is continuing to worsen, and so there is nothing that the European Court of Human Rights or the Committee of Ministers can do about it. But if Russia leaves the Council of Europe, we will lose one of the most important mechanisms which allows us to get international recognition of human rights violations. So it leads me to another question which was not asked, but which I have to reply to. Why are we continuing to do that in the situation when the judgments are not implemented? So Russia pays the compensation, but does not actually implement the judgments. The main reason, in my opinion, is that we're doing it for future generations, for them to have information, to have these cases documented, and to have recognition that this was a human rights violation. Of course, if Russia leaves the Council of Europe, we will still have UN committees, but in my opinion, they are much less powerful mechanisms, just for the reason they are not the court. So they do not deliver judgments, they deliver their views. But if this happens, of course, we will do what like Central Asian countries do, like we will go to the UN committees. Thank you. The final question was for Yegor, given the time we have to end there, about the future of activism for the younger generation under 40. No. Yeah, answering your question, no, more people should not be imprisoned, but they will. There's no doubt about that. What should be done by young people, first of all, yes, you should leave the country if you can, because there is nothing noble about putting yourself in a position where you can't do anything. And jail is worse than Amsterdam. And what I think the thinking what should be done is that not only about Russia, but people in all these countries that are in a situation as Russia, they should not see them as special, that the world should not end on their own country for them, because Russia is still solving some similar problems with the rest of the world. We're still on the same, on some of the same tracks. And if you see yourself as a part of a global fight, if you're part of movements that go into many directions, then probably, yes, you will have more support as well from the new networks and links which we do not yet understand. They are there because we know only what existed and we know only what fails. But we don't know what works. So there is no clear answer, but probably that is the direction to go, I would say. Yeah. Thank you so much. We have to leave it here. But as always, these evenings end with, first of all, come back to the Bali. There are great programs every evening. And second of all, the bar is open. So any other questions for Yegor or for Ellen or for Nina or for Arnoud or for Tatjana, you can... I just made sure you have to stay here for another 2 hours to answer questions. But anyway, thank you so much for coming. All the guests, most particular Tatjana Gluskova, who came all the way from
Moscow. Good luck with your work on behalf of Memorial and everybody. Thanks for coming.